Joët Eijhoff, gemeenteraadslid voor de PVV. Uh, u gaat de gemeenteraad verlaten. Uh, kunt u uitleggen waarom? Ja, uh, kort geleden is er contact opgenomen met mij door een, uh, door een, va klein, een kleine vastgoedinvesteerder. Uh, die kent mijn verleden van het eiland, want ik heb daar eerder gewoond en gewerkt. En uh, die heeft mij op basis daarvan een, een baan aangeboden. Uh, om een, ja, toch wel projectmatig uh, een bepaalde uh, ja, zaak voor hem daar op het eiland te gaan ontwikkelen. En als contactpersoon daar te fungeren. En ja, dat uh, zie ik als een mooi project. En dat heb ik aangenomen. U heeft vijf jaar de gemeenschap gediend door lid te zijn van de PVV-fractie. Uh, gaat u de gemeentepolitiek in Almelo missen? Ja, dat ja, ga ik zeker missen. Het is een uh, unieke ervaring. Voor, uh, het is ook een luxe. Uh, de meeste mensen die, uh, die zitten niet in de gemeenteraad. Maar uh, de kennisgeving die je hier van, uh, van, van de stad krijgt, de omgang hier op het gemeentehuis, de griffie die je altijd bij staat. Uh, het, is, het is eigenlijk een soort uh, uniek iets wat uh, niet iedereen meemaakt. En uh, ja, dat is toch wel een, een, iets wat je nooit meer zal vergeten. Is uw vertrek van blijvende uh, of uh, permanente aard? Nee, uh, waarschijnlijk gewoon van tijdelijke aard. Maar uh, dat moeten we natuurlijk nog zien hoe dat project gaat lopen. Uh, op, er komt wel een dag dat u me waarschijnlijk wel weer terug ziet. Wat ziet u uh, zelf als een soort wapenfeit in de gemeentelijke politiek? Dan moet u even toelichten wat bedoelt. Waar heeft u een behoorlijk steentje aan bijgedragen in de Almorse gemeentepolitiek? Ik vind dat ik eigenlijk het belangrijkste heb bijgedragen door eigenlijk gewoon altijd klaar te staan voor mijn collega Sebastian Stutler van de PVV. En, um, al, en gewoon ook door, door gezamenlijk altijd uit te komen. En uh, wij hebben altijd een hele goede relatie met elkaar gehad. En ik denk dat dat ook de PVV ook iets sterker heeft gemaakt. De burgemeester heeft een uh, mooi woord uh, bij uw afscheid uh, gesproken. Uh, heeft u dat ook nog intern gedaan? Um, heel kort, gewoon kort. Even, gewoon even een kopje koffie, een kopje thee. Um, maar uh, dit was wel een heel stukje uitgebreider. Uh, ik voel me heel gevleid. Wanneer gaat u de koffers inpakken? De koffers zijn al ingepakt, bijna. Wanneer gaat u vertrekken? Uh, dat zal uh, ergens aankomende weekend, uh, begin volgende week zijn. Namens Avisie heel veel succes. Dank u wel. Dank u.